Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Je moet toch echt wat beter je best doen, vriend. Acabemos con esto. Kom op. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Patealo! No puede... A ver cómo te sales de esto. ¿Qué tal esto? ¡Los clochak! ¡Gánenmelo! ¡Wat dacht je hiervan? Lucha como un hombre. Oké. Je vraagt erom. Derrota ese gringo, amigo. Toma esto, pendejo. Nou werk je. Esto es para meterte con nosotros. Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Te voy a matar! ¡Come mierda! ¡Sí, Gustavo! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Ya basta! Ok. ¡Mijn beurt! ¡Sí, Gustavo! ¡Ya basta, idiota! ¡Suéltenme! ¡Hey, we waren niet aan vechten! ¡Nee, toch, kleintje! ¡Te voy a matar, gringo! ¡Come mierda! ¡Hey, ik hoor het wel, hè! ¡Als je groot genoeg bent om mee te doen! ¡Te voy a sacar tirar por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Abre! ¡Come on! ¿Hoe lang laten jullie me hier zitten, hè? En waar is de play? Kies maar een hoek. Veel plezier. Gaat lukken. Gracias. Net zo lekker te dromen. Hé. Oké, rustig. Oké, cálmate. Por favor. No me dejes ir dentro de nuevo. Un pa, pendejo. Zou ik even mogen douchen? Cállate. Morgen, jongens. Of is het avond? Moeilijk te zeggen hier. Oei, idiota. Ga die trap op. ¿Quién está saliendo un prisionero? ¡Abran la reja! Hey, goed je te zien. Oef, dat is vol. Vochtig. Welkom in Panama. Hey, gringo. Vi lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré hey, Vargas, cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Muévanse! ¡Quétense, cabrones! Hey, hey. Tranquilízate. Zo te zien heb je fans. Ja, ze zijn dol op me. Abre la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Hey, ik spreek een beetje Spaans, hoor. Wacht, wat zei je nou? Neem je snel genoeg achter. Te lo advertí. Te lo escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Atrás. Esto me encargo yo. Bien. Waar breng je me eigenlijk heen? Zul je zien.
dispara. Nene, niet die kant. Naar jou. Ja, dit is helemaal niet raar, hoor. Hé, dit ziet er niet uit als het kantoor van de directeur. Naar links. Ja, ik ga al. Daardoor. Hierdoor? We zijn er. Goed dan. Oké, ga je deze nog afdoen? Ik wil een deel. Deel? Wat jij daar ook op te gaan vinden, ik wil een deel. Kom op, varkens. De deal was alleen dat je ons erin en eruit zou helpen. Alleen? Ik loop veel risico voor jullie kringbos. Ja, en Rafe betaalt je een hoop geld voor je moeite. Zie. Maar nog lang niet genoeg. Dat mag niet open, dat weet je. Ja, ik mag mij ook niet laten omkopen. En niemand hierheen brengen. En geen gevangenen aftuigen. Maar zo gaat dat. Oké, maar wel voorzichtig ermee. Het is 300 jaar oud. Ik was bemanningslid van kapitein Henry Avery. Weet je wie dat is? Dat was een piraat. De piraat die de grootste overval ooit pleegde en ermee wegkwam. Heb ik opgezocht. Heel goed. Ruim $400 miljoen aan goud en juwelen. Van één enkel schip. De Gunsway. Ja. Ja, dat verhaal ken ik ook wel. Kunnen we nu verder? Ik zit vast in de hoogste cel van het Spaanse gevangen. Ah, hier. Ik hoop dat jij ooit de weg weet te vinden naar deze duivelse plek. Mijn kruisdracht en het vindt de schatten van het paradijs. Wat? Wat wil je nou? De schatten van het paradijs. Jezus, dat is een metafoor. No. Jij en je vrienden betaalden echt niet om in deze duivelse plek te zoeken naar een metafoor. Ik wil een deel. Oké, weet je wat? Laat me naar boven gaan, dan kijk ik rond in de cel. En mocht er nog iets liggen na 300 jaar, kun je het bespreken met Rafe. Nou, kom op. De brief. Por favor. Hoe wil je daar naar boven? Klimmen. Oh, je mag het natuurlijk ook zelf doen, aangezien je een deel wil. Breek je nek voorzichtig. Ik doe mijn best. Hé, hey, heb je waar ik om vroeg? Ja, ik heb het daar opgestoken. Onder de berg. Bingo. Daar kunnen we wat mee. Ja, zo moet het wel lukken. Daar gaan we. Wacht maar tot Sam dit hoort. Zo, nou moet ik de bovenste cel vinden. Burns had in elk geval een mooi uitzicht voordat hij werd geëxecuteerd. Oh God.
Ongelooflijk dat er vroeger tientallen piraten op de strop zaten te wachten. Oké, ik moet toegeven, dit is te gek. Sam weet niet wat hij mist. Oké dan. De cel van Burns. Cel? Het lijkt meer op een suite. Oké. Waar zal ik beginnen? Zon en maan. De alchemie-symbolen voor goud en zilver. Wacht eens even. Ik heb ook zoiets gezien in de brief. Het is een deel van het symbool. Daar is de andere helft. Oké dan. Dat lijkt er meer op. Oké, dit is een sterrenbeeld. Boogschutter. Schorpioenteken. Tien en twee. X en II. Wat hebben we hier? Digna factis recipibus. Nou, dat was het dan. Oké. Dan gaan we maar weer. Pas op voor het afstapje. En zakken maar. Wow. Voorzichtig. Dat moet ik Rave nog zien doen. Dat was mijn schouder. Ik ben er. Dat lijkt er meer op. Je bent er. Iets gewonden? Drake? Wat? Alles was weggehaald. Als er al een aanwijzing lag verborgen, heb ik hem niet gevonden. Weet je het zeker? Kijk je wel.